Auto is op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Goede start in het midden van de baan van Nora As. Die wil de leiding wel hebben. De binnenkant Darkwitch Sisu met Thomas Bos. Die houdt er nog even tegen. En daarachter ligt Umbra. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Nora As neemt de leiding over. Tweede plek daarachter is van Darkwitch Sisu. En derde is Umbra. Vierde plaats daarachter. André Bakker probeert het gaatje dicht te houden voor Ebbing aan de buitenzijde. Maar dat was niet eens nodig. Ebbing rijdt door. Fini Promes ligt vierde. Umbra op weg naar voren. Umbra van de kop, dat zie je niet al te vaak. Umbra heeft wel koersen gewonnen in het verleden, niet heel veel. Maar kwam dan meestal uit het veld. Maar Ebbingen denkt, ik neem zelf de regie. En zet nu het tempo stil na een opening in 1.12.5. Umbra leidt. Umbra, Nora, As en Kooijman kijkt achterom en gaat al een half spoortje naar buiten. Wil eigenlijk wel zelf die leiding overnemen als het tempo te veel naar beneden gaat. Maar dat valt nog wel mee. Daarachter op plek 3 volgt Darkwitch Sisu. En de vierde plaats daarachter is nog altijd voor Fini Promes. Achter Fini Promes volgt dan Cesare W, de 5 met de kleuren van Kenneth de Porter. En daarachter Velten Lavaren. En de laatste plaats voorlopig voor Gwendolyn Flevo. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Mooie shots hier in de start van het veld. We gaan weer naar de kop van het veld. Want daar ligt nog altijd Umbra. Umbra heeft het tempo er helemaal uitgehaald. Ebbingen gaat eens kijken of hij 19 kan rijden. 20 zelfs, 20-1. En niemand valt hem aan. Gaan de laatste kilometer in. Umbra leidt. Daarachter op plek 2 Nora As. Derde plek daarachter is voor Darkwitch Sisu. Vierde plaats is nog altijd voor Fini Promes. Vijfde Cesare W. Zesde plaats daarachter voor Velten Lavaren. En zevende is Gwendolyn Flevo. Paarden ronden de rechterbocht. Ebbingen ligt achterover op de kar. En gaat zometeen langzaam het tempo verhogen met Umbra. Umbra als eerste in de rechterlijn overzijde. Op zijn rug ligt Tom Kooijman. Nog altijd met Nora As. En daarachter gaat ietsje naar buiten. Darkwitch Sisu. Die gaat nu helemaal naar buiten. En dat is ook het mooie moment daarvoor. Want er komt van achter nog meer naar voren. Onder andere Cesare W. En zo gaan de deelnemers de rechterlijn overzijde door. Op weg naar de laatste bocht. Nog altijd een rustig tempo. 18 rond en Ebbingen lijkt nog meer dan genoeg in handen te hebben. Gaat heel lekker liggen, die laatste bocht door. En inmiddels is hij halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Umbra, daarachter Nora As. En Kooijman twijfelt of hij terug zal gaan op die rug of dat hij in het tweede spoor zal blijven. Hij zit nu op de helft ongeveer en zo gaan ze de laatste rechte lijn in. Daar leidt Umbra en Umbra gaat wat afstand nemen. Nora As gaat het proberen. Daarachter komt aan de buitenzijde Darkwitch Sisu. Darkwitch Sisu, dat zou Thomas Bos enorm helpen als hij vandaag nog een koers zou winnen. Maar die komt ook niet echt dichterbij. Go baby! Go, go, go! Umbra wint. Nora As 2. Derde plaats Darkwitch Sisu. En vierde wordt in het midden van de baan Velten Lavaren. 16 rond voor de winnaar.